Nou, zoals je ziet, de intree, waar je normaal als een van de weinige plekjes toch nog wel wat overzicht hebt, staat helemaal vol, gewoon doordat we binnen weinig ruimte hebben. Fred Stouten runt samen met zijn vrouw kringloopwinkel De Nieuwe Start in Leiden. Inmiddels staat de hele zaak bomvol. Volgens de branchevereniging van kringloopwinkels is dit nu een normaal beeld bij veel kringloopwinkels. De ontruimingen die gaan wel door. Die gaan allemaal door. We zijn er hard mee bezig, gewoon nog steeds. Alleen, ja, we raken niets kwijt. We kunnen niks verkopen. Dus alles komt nu gewoon binnen. Het wordt opgestapeld. En dan, ja, dan zullen we zo meteen keuzes moeten gaan maken van wat we weg gaan gooien. Wat er weg moet. Mooie stoelen, mooie banken. Alles gewoon hier. Het is gewoon een drama aan het worden gewoon voor de kringlopen. Kun je in volumes aangeven hoeveel je weg moet doen al? Nou, qua kilo's denk ik heel snel, het is wel een vraag die me overvalt, maar ik denk heel snel tussen de 8.000 en de 10.000 kilo aan afval wat weggegooid moet gaan worden. Dat is best veel, toch? Ja, dat is heel erg veel. Heel erg veel. En dat weggooien doet hij liever niet, want dat is weer een extra belasting voor het milieu. Bovendien zijn het spullen die hij normaal gezien zou kunnen verkopen. Het afvoeren van spullen die je niet verkoopt, dat kost je ook nog geld, of niet? Ja, dat is tegenwoordig ook niet grappig meer. De prijzen die zijn door het plafond heen geschoten. De milieuheffingen en alles wat de regering doet. En nu, ja, dat gaat heel veel geld kosten. Heel veel geld. Red je het nog wel voorlopig? Ja, ze zullen niet moeten gaan verlengen. Ze zullen niet echt hele lange tijd nog dit soort dingen gaan aanhouden tot er gewoon een volledige lockdown is, want dan zie ik het somber in.